meer dan 150 mensen kwamen naar het Rembrandtveld om uit volle borst mee te zingen in de tweede sing-in. Vertel eens, hoe kwam je op het idee? Nou, we waren hier met de stadsbidstond en we hebben toen gebeden voor eenheid in de kerken. Maar ook, hoe zullen de mensen van buiten, die God niet kennen, hoe zullen ze zien wie Jezus is? En toen hebben we echt gebeden van, nou, dat we als kerken meer één zouden worden, zodat zij het ook zien. En toen, tijdens het gebed, zag ik een beeld, een visioen. En dat ging maar niet weg. Het bleef. En toen dacht ik, oké, wat moet ik hiermee? Want God zegt ook, ik geef dromen en visioenen. Dus toen heb ik het gedeeld in de groep. En nou, dat was enthousiasme. En vervolgens was het nog een beetje te vroeg, want het was eigenlijk voor de Pinksteren. En toen hebben we afgesproken dat we het als start van het nieuwe seizoen zouden gaan doen. En de eerste keer hebben we het op 22 augustus gedaan. En nu was er zoveel enthousiasme dat we het gewoon nog een keer gaan doen. Ik mag meezingen met de groep die samengesteld is uit verschillende kerken. Om onze Heer groot te maken. En we hopen natuurlijk dat er heel veel mensen komen om met ons mee te zingen. Ik zie de Levensbron doet mee, het Home, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Bron, de Baptistengemeente en de PKN, de Ontmoeting.